Ja, welkom. En maar jij bent schilderijrestaurateur, zeg ik het dan goed? Ja. Je bent de eerste die ik ontmoet, denk ik. Er zijn er nog niet zoveel. Nee, ben jij de enige in Middelburg? Of? Nee hoor, er is nog een dame in Middelburg die ook restaureert. En ik bij Indigo worden ook schilderijen gestuurd. Ah, natuurlijk, ja. Maar we zijn wel in Zeeland maar met 3 of 4 restaurateurs officiële, ja. Ja, en toevallig. Dan, hè? Ja, want toevallig, ik sprak je 2 weken terug voor het eerst, maar ik was van de week ook bij Lieve Hemel. Ja. En die is net verhuisd, maar ze had een heel groot paneel staan met een spiegel en dat had jij ook helemaal voor haar. Ja. En daar was ze zeer tevreden over. Ja, ja, daar zat een gat in en dat was ze helemaal vervuild. Dus echt wel, wat zal het zijn, 19e eeuw, 200 jaar oud of zo. En, ja. Daar was een ongelukje mee gebeurd. Ja. Maar dat kan je dan. Mooi herstellen, ja. Dat doek dat was helemaal vergaan. En ik heb hier nog wel een stukje liggen. Zo zag het er eigenlijk uit. Zo kreeg ik het. Zo krijg je dat dan in zo'n staat. Het was van jaar is dit? Heb je enig idee? Ja, ik denk 18e eeuws. Denk ik. Dus zo'n 300 jaar oud. Dat kan je ook aan het linnen zien. Dat is een heel oude soort linnen. En dat, ja, om dat te redden, de verf die komt er dan vanaf, al die schilfertjes, je kunt het eigenlijk niet meer aanraken dan. Je ziet er dus heel veel verf af, over de tijd. En hier waren gaten en hier was helemaal de dus eraf. En wat je dan doet is dat je dat op een nieuw doek bevestigt. Die lijm die gaat er een beetje doorheen en die hecht ook al die verflagen weer terug. Dus nu kan je er gewoon netjes aan zitten. En al die witte dingetjes, dat is... spul om het op te vullen en vervolgens, hier zie je zo'n plek, die heb ik al bijgeschilderd, hier zo'n plek, ga je dan die beschadigingetjes helemaal op kleur brengen. Ja, en hoe lang ben je daar dan ongeveer mee bezig? Zo'n, nou, dit wordt wel een jaren project, want dit is echt wel heel veel, of tenminste, ja, nee, ik werk er maar sporadisch. Ik werk dus nu en dan aan. Ja. Ik heb dit in eigen beheer hoor. Dit oh zo, dat is van jezelf. Ja. Oké, dus dat geeft geen... Dus hier kan ik eigenlijk op mijn gemak aan werken. Maar goed, anders zou het ook wel weken, maanden werk zijn. Als je kijkt, een schilderij wat zoals deze heel, zeg maar, heel druk, heel wild geschilderd is. Als je daar stel dat hier een scheurtje in zou hebben gezeten, is dat relatief makkelijk onzichtbaar bij te werken. Ja. Als je een monochroom vlak hebt, hè, van één kleur en zit een scheur in, ja, dan ben je echt heel lang mee bezig. Ja. Dat enigszins onzichtbaar krijgen. Hè. Dus ja, aan dat soort dingen kan het allemaal liggen, hoeveel tijd je krijgt. Want hier ben je nou met een doekje en dan heb je... Nou, deze was alleen maar heel erg vervuild. En ik heb nog een stukje hier, zie je het verschil? Zo was het, dat is... Ja, dit is een schilderij uit 1932. Dat heeft altijd in de huisgangen waar gerookt werd. Ja, dat gaat vroeger had je kolenkachels, noem maar op. En ja, alle oudere schilderijen zijn eigenlijk wel vaak vervuild, het oppervlak. En wat je dan ook nog vaak hebt, is een vergeelde vernislaag. Maar dit schilderij is niet vernist. Dat is nooit vernist geweest. Maar je gaat natuurlijk niet alle geheimen van het vak vertellen, maar ik... Wat voor stof kan je nou gebruiken dat de vuiligheid er afhaalt, maar dat de verf laat zitten? Dat kan moet je eigenlijk proberen. Daar heb je een heleboel stofjes voor en dat probeer je uit per kleur. Of de kleur niet loslaat, of het of de kleur niet een beetje afgeeft, of het vuil oplost. Ja. Dus je kijkt of het schilderij niet kwaad doet en dat het effect heeft. En daar heb je dan... Het simpelste is gewoon gedemineraliseerd water. Oh ja. Dat werkt het beste. Spuug is ook heel goed. Oh ja. Dan enzymen in, ja. Soms sta je er gewoon even op zo. Nee, dat doe je dan ook weer niet echt natuurlijk. Nou, op de opleiding heb ik wel eens een schilderijtje met mijn achterlinten al schoongemaakt, maar dat is toch wel een beetje. En je moet altijd alles naspoelen met water natuurlijk, want die stoffen moeten eruit. Ja. Stoffen, en wat ik heb dan een schoonmaakmiddeltje wat meestal goed werkt. Hier zit een vrouwenfiguur. Die ga ik niet terugbrengen. Nee. Want ik ben geen schilder. Nee. Maar ik ga het wel zo doen dat het niet meer opvallend is, maar dat je kan zien dat er iets ontbreekt. Ja. Dat het niet meer. Want nu trek je oog naar dit gat, dat is niet mooi. Nee. Maar je kan een afbeelding meer, dat noem je dan gesloten maken, zodat het niet storend is, maar dat je wel ziet van hé, daar ontbreekt een stuk. Er zit een... Maar als ik hem terug ga schilderen, dan zet ik hem op de plaats van die kunstschilder. En dan ben ik aan het vervalsen en ik kan niet zo goed schilderen. Nou, dat vroeg ik me dus inderdaad precies af. Want op het moment dat jij met verf in de weer gaat, hoe lang is dan een werk nog authentiek? Ja, het is eigenlijk altijd vervalsen wat je doet. Nou, dat is mooi dan. Dus het is ook niet gek dat het zichtbaar blijft. Nee.
Nou, oké, dat is heel duidelijk. En mensen die belangstelling hebben of graag wat willen laten restaureren, jij hebt ook een website toch? Of? Ja, op mijn naam, Luts. Atelier Luts. Maar mensen mogen hier ook gewoon binnenlopen? Tuurlijk. Geen probleem. Tuurlijk. Dus als ook... ik er ben, ja. Ik ben natuurlijk niet altijd. Nee. Als ik er ben, tuurlijk. Ja. Maar anders wel een stukje verderop in de straat kunnen ze daar. Ja, dan hangt ook een bordje. Dus dan... Ja, nou kijk. je bent vindbaar in ieder geval. Ja. Nou, dankjewel voor je toelichting. Ik zou zeggen, ja, dankjewel. Ga lekker verder met je werk. Dankjewel. Super. Ik moet heel erg opzetten.